Maak je ogen klaar voor kerst. 21 december, avondoverdenking. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Matteüs 16, vers 15 tot en met 17. Toen bij Petrus was het al net als bij jou en mij nu. Wat absoluut onmisbaar is in Gods werk in het openbaren van zijn Zoon, is niet dat hij iets toevoegt aan wat we zien en horen in Jezus zelf, maar dat hij de ogen van ons hart opent om de ware goddelijke heerlijkheid te proeven en te zien die er in Jezus is. Als mensen twijfelen aan de waarheid van Jezus, moet je ze niet naar de bijzondere boodschappen van God laten zoeken. Wijs hen op Christus. Vertel hun wat jij hebt gezien en gehoord in zijn leven en onderwijs. Waarom? Omdat dat is waardoorheen God met zijn openbaringskracht wil werken. Hij doet niets liever dan zijn Zoon verheerlijken. Hij doet niets liever dan het openen van ogen van blinden die naar zijn Zoon kijken. God openbaart zijn Zoon niet aan mij door naar me toe te komen en te zeggen, kom John, ik weet dat je niets verhevend ziet in mijn Zoon. Je ziet hem niet dat hij heerlijk, goddelijk en aantrekkelijk is en boven alle aardse zaken uitgaat. Je ziet hem niet als jouw alles verzadigende schat. Je ziet zijn heiligheid, wijsheid, kracht en liefde niet in al hun onmetelijke schoonheid. Maar geloof me op mijn woord, dat is hij allemaal wel. Geloof dat nu maar gewoon. Nee! Zo'n geloof zou niet tot eer van de Zoon van God zijn. Daarmee kun je de Zoon niet verheerlijken. Zaligmakend geloof is gebaseerd op een geestelijk zien van Jezus, zoals hij is in zichzelf, de almachtige Zoon van God. Dit geestelijke zicht ontvangen we door zijn geïnspireerde woord. De schriften openen de ogen van ons hart om hem te herkennen en hem te ontvangen. Niet door wijsheid van vlees en bloed, maar door het openbarende werk van zijn hemelse Vader. De apostel Paulus heeft gezegd, God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft, tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. 2 Korinthe 4, vers 6. Hoe kun je deze kerst je hart voorbereiden op het ontvangen van Christus? Sla in de Bijbel je ogen op hem. Kijk naar Christus. Denk na over Jezus. Bid. Kijk verder dan je eigen vlees en bloed en vraag of God je ogen wil geven om te zien en oren om te horen. En om het met Petrus uit te roepen, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Je luisterde naar een overdenking uit het boek Onwankelbare Vreugde van John Piper. Het boek bevat 50 ochtend- en avondoverdenkingen voor Advent om je te helpen Christus centraal te stellen. Ga naar de webshop van Geloofstrusting om het boek te bestellen of ga naar onwankelbarevreugde.nl voor een online dagboek voor het hele jaar.